Stier, welkom bij jullie reading. We gaan kijken welke boodschap er op dit moment voor jullie naar voren mag komen. Ik ga beginnen met de boodschappen van de dieren. Dit is voor iedereen die stier in zijn zon, maan of ascendant heeft of een andere plaatsing. Crosswatchers zijn welkom. En stier, de kaart die voor jullie naar voren komt is 51. Dus vereenvoudig nummer 6, de spin. Maak je dromen waar, is de boodschap van het universum. En ik ga die erbij nemen voor jullie. Maak je dromen waar, stier. Om je dromen stevig in de realiteit te vervlechten, begin je met een enkele draad van intentie. En dan voegt Spirit zich bij je om samen de rest van het web te weven. Je hoeft slechts de eerste stap te zetten om je droom waar te maken en Spirit zal er 10 zetten richting jou. Want het universum is er om je dromen te verwezenlijken. Wanneer deze kaart verschijnt, wil de Spirit van de spin je herinneren aan de grote kracht van het co-creëren samen met Spirit. Wanneer je dromen vangt en vanuit de onzichtbare wereld der intenties naar de concrete wereld van de zintuigen brengt, zullen ideeën en hulpbronnen op magische wijze verschijnen. Het enige wat je moet doen is duidelijk zijn over wat je wil en dan te handelen alsof je het leven van je dromen al aan het leiden bent. De verschillende draden der creatie komen nu op een mysterieuze manier bijeen om samen het mooie patroon te weven dat jij in beweging hebt gezet. De spirit van de spin wil je ook nog een andere boodschap meegeven met betrekking tot wat voor creatief project je dan ook van plan bent. Of dit nu schrijven, schilderen, musiceren, tuinieren of een dagboek bijhouden is. Nu is het moment om je inspiratie om te zetten in iets creatiefs, artistiek zelfs en tastbaars. Als je er nu echt zin in hebt, zullen je creatieve projecten nu succes hebben. Stel je open voor overvloed, stier. En de beschermende boodschap, verwacht je dat je dromen vanzelf waar worden? Voelt het alsof je vastzit in je eigen dromenspinsels, maar dat je er nooit gevolg aan geeft? Je intentie zal altijd aan een zijde draadje blijven hangen als je niet de moeite doet om door te weven. De spirit van de spin wil dat je weet dat je plannen altijd van voorbijgaande aard zullen blijven, tenzij je eraan gaat werken en er moeite voor doet. Spirit kan het niet alleen. Magie moet worden opgewekt, dus maak je dromen waar door vandaag actie te ondernemen, stier. Wat ben je bereid om te doen? En welk offer wil je hiervoor brengen? Kun je je beperkende overtuigingen loslaten? Ben je bereid niet langer gevangen te zitten in je eigen web? Het is het allemaal waard om je droom waar te maken. Vandaag is de dag om het eerste stapje te zetten richting je droom. En bedenk dat Spirit je hierbij helpt en weet dat je niet de enige spin bent in het web van je leven. Wauw, een hele krachtige boodschap, stier. En onder op het dek, ja, hebben we je eigen grote arcana kaart, stier, energie met de keizerin. Groei, ontwikkeling, nieuw begin en tijd om actie te ondernemen op die dromen die je hebt, die plannen, die ideeën, creatieve plannen, misschien op werkgebied. Tijd voor actie. Universum. Wat is de boodschap voor stier? Die er door mag komen voor stier, zon, maan, ascendant. Stier. Wat is de boodschap voor stier? Wat is de boodschap voor sterrenbeeld stier? Ja. En de wereldkaart kwam ook naar voren tijdens het voorschudden. Dus als je dat nieuwe hoofdstuk wil beginnen, dan is het tijd om actie te ondernemen. En je bent hier nog aan het overdenken en het dagdromen. Je hebt misschien bepaalde illusies, maar je bent heel erg aan het overdenken, maar maakt nog geen keuze. Er is misschien nog wat onzekerheid. Ja, en dan de wereldkaart, een succesvolle voltooiing van een ene cyclus in het leven en de start van iets nieuws met die keizerin. Universum, wat mag er nog meer doorkomen voor het sterrenbeeld stier? Nog één kaart voor deze boodschap voor stier. Nog één kaart voor het sterrenbeeld stier. De koningin van kelken. Schorpioen, kreeft, visenergie. Met de wereldkaart hebben we stier, leeuw, waterman, schorpioen. Het kan zijn dat je zelf een plaatsing hebt in een van deze sterrenbeelden. Of je hebt te maken met een koningin van kelken, schorpioen, kreeft, vissen. Of zelf een plaatsing in de waterenergie. Onder op het dek hebben we de gehangene. En dit is vissenenergie.
Ja, het heeft alles te maken met een nieuw begin, een nieuwe start. Vooruitgang, beweging. Met het rad van fortuin. Waarom ligt hier de gehangene, verstier? Waarom ligt hier de gehangene? Dus je blijft vasthangen in een soort van fase van dromen over. Maar ja, je hebt nog niet de actie ondernomen die nodig is. We hebben de koningin van kelken, schorpioen, kreeft, vissen alweer. En de kelken 2. Dit kan staan voor een liefdesrelatie, soulmate energie. Wederzijdse liefde. Maar ik zie hier nog een koningin onder op het dek. Stier. En dat is ram, leeuw, boogschutter energie. Een nieuw begin, een nieuwe start, twijfel. Voor sommigen van jullie heeft het te maken met liefde. Je moet een keuze maken tussen twee. En dit is heel moeilijk. Iets houdt je tegen. En dat kan die relatie zijn met het waterteken. Schorpioen, kreeft, vissen. Waarom ligt hier de kelken 7? De kelken 7 voor stier. Ja, iets brengt een hele hoop last, spanning met zich mee met die staven 10. En het kan zijn dat je al een langere periode hiermee rondloopt. Aan het denken bent, 10 maanden. Waarom ligt hier de kelken 7? Waarom ligt hier de kelken 7? Aas van Pentakels, een nieuw begin. Ook iets waarin je je intuïtie gaat volgen, je hart gaat volgen. Datgene gaat doen waar je hart naar uitgaat. Aas van Pentakels, ja, het nieuwe begin, die nieuwe start, dat waar je over nadenkt. Waarom ligt hier de wereldkaart? De zwaarde 2, het niet weten, geen keuze kunnen maken. Ook doen alsof een situatie er misschien niet is. Iets blijft maar steeds terugkomen in je hoofd. Je blijft eraan denken, dagdromen. Maar je zet het weer aan de kant als het ware. Je houdt het voor jezelf. Waarom ligt hier de wereldkaart? Waarom ligt hier de wereldkaart, universum? De aas van staven. Ja, dus om iets nieuws te beginnen. En het is iets waar je heel veel passie voor voelt. Heel veel ideeën over hebt. En het kan ook met werksituatie te maken hebben. Maar je vindt het moeilijk om daadwerkelijk die keuze te maken. Het is een heel mooi plan, een heel mooi idee wat je hebt. Het is iets wat bij je past, wat je een goed gevoel geeft. Maar het is iets wat je eigenlijk weer langs je neerlegt op het moment dat je erover aan het denken bent. En het kan dus ook zo zijn omdat je een bepaalde cyclus zult moeten afsluiten. Koningin van Kelken. Waarom ligt hier de koningin van Kelken? Wie is die koningin van Kelken, stier? De toren. De toren is iets onverwachts. Iets wat grote verandering brengt. En normaliter kan het te maken hebben met bepaalde tekenen die je al van het universum hebt gekregen. Het universum probeert je in een bepaalde richting te leiden. Maar je blijft toch in je oude vertrouwde omgeving. Of je blijft toch vasthouden aan bepaalde overtuigingen. Of je blijft toch vastzitten in het dagdromen en geen keuzes maken. Het universum zorgt ervoor dat er verandering gaat komen. En het kan ook een bepaald inzicht zijn. Het gevoel wat je krijgt met die koningin van Kelken. Ik heb het gevoel, stier, dat je je eigen dromen opoffert voor iemand anders. Dat is het gevoel wat ik heel sterk doorkrijg. Voor een van je geliefden. Een soulmate energie. Of iemand waar je een relatie mee hebt.
En het kan zijn dat die persoon het er niet mee eens is. Het kan ook zijn dat je je dromen helemaal niet kunt delen met die persoon. Maar er is iemand ja, waar je van houdt. Deze persoon houdt van jou. Maar op de een of andere manier... Ja, heb je een heel sterk gevoel? Heb je bepaalde dromen, verlangens? Wat je ook maar niet los kan laten. Maar je offert jezelf op met die gehangene en de koningin van kelken. Die koningin van kelken, heb ik het gevoel, is je eigen energie. Dit is iemand die zichzelf dan maar op een tweede plek zet... En ja, die dromen wat je hebt, leg je langs je neer. En er gaat een torenmoment plaatsvinden. Waarom ligt hier de koningin van kelken? En weer wordt je die mogelijkheid aangereikt om je droom waar te maken, heb ik het gevoel. En wat ga je daarmee doen? Stier, waarom ligt hier de koningin van kelken? Kelken 6. Kelken 6 kan te maken hebben met situaties, personen uit het verleden die terugkomen, maar ook echt het koesteren van je innerlijke kind. Datgene wat je echt diep van binnen blij maakt, iets wat je altijd al hebt willen doen, iets wat je ook maar niet kan uit je hoofd kunt zetten. En dan de zwaarde 6. Naar kalmer vaarwater gaan, naar een meer harmonieuze omgeving gaan. Iets waar je je lekker bij voelt. Conflict achterlaten, het verleden achterlaten. En ik heb het gevoel dat je heel veel ja, dingen alleen draagt. In een relatie of in een werksituatie. Je draagt heel veel lasten met die staven 10. En je bent aan het fantaseren over ja, die positieve vooruitgang, een nieuwe start. Je hebt daar allerlei ideeën over, maar je sluit je daarvoor af. Of ziet geen manier hoe je daar kunt komen. En het is belangrijk om ja, wellicht bepaalde denkideeën los te laten. Bepaalde overtuigingen los te laten. Meer te luisteren naar je gevoel. En je hart te volgen, maar ook de eerste stap te zetten. En je, ja, je kunt daar hulp bij krijgen. Dus waarde 6. En de kaart van transformatie met de doodkaart en de wereldkaart weer. Je twijfelt misschien aan jezelf. Maar toch, er is iets waarin je je tekort gedaan voelt. En daar ben je heel sterk aan het over aan het nadenken. Ook kan er een gesprek komen, stier, met iemand. Wat nog eens bevestigt inderdaad dat je je echt alleen voelt staan ergens in. Je voelt je tekort gedaan. Het kan op werkgebied ook zijn, op financieel gebied. Maar toch vind je, ja, is er een bepaalde angst of iemand of iets heeft een bepaalde controle over je, waardoor je ja, niet die actie onderneemt. Maar dan word je nu weer iets aangereikt vanuit het universum, waardoor je de stap kunt zetten. Waardoor je naar kalmer vaarwater kunt gaan. Waardoor je in een situatie zult komen die je... Ja, meer tevredenheid, blijdschap, vreugde zal brengen. Dus als je zelf die stap niet zet, dan kan het ook iets zijn wat ja, voor je gedaan wordt. Wat is die aas van staven wat we hier hebben liggen? Die aas van staven van stier.
Pentakels 9, iets wat je onafhankelijkheid geeft. En zoals ik zei, je kunt jezelf nu opofferen voor iemand anders. Of je dromen opofferen voor iemand anders. Maar dit is iemand die zich focust op zichzelf. Op zijn financiën, op zijn eigen stabiliteit. Dat kan te maken hebben met werk. Single energie. Voor sommigen van jullie heeft je droom te maken met het moeten achterlaten van een geliefde. Maar iets geeft je onafhankelijkheid, ja, vrijheid. En iets brengt ook financieel vooruitgang. Want ik zie financieel, ja, echt iets heel, ook een hele grote verandering plaatsvinden. Dat nieuwe hoofdstuk, dat brengt je meer stabiliteit, onafhankelijkheid, maar ook financiën. Dus stier, dat is wat ik voor jullie heb. Als het resoneert, laat het me zeker weten. Iedereen bedankt voor het liken, delen, abonneren op mijn kanaal. Ik wens jullie een hele mooie, ja, periode toe met heel veel succes, liefde, licht en tot de volgende keer. Dag!